Als je een keertje zou willen driften, zou je dat willen doen? Oh, dat zou ik wel willen, ja. Serieus? Je kan zo op de cover van Playboy. Maar doen we niet met kleren aan. Wat ben je nou weer lelijk? Een leuke mededeling. We gaan morgen en overmorgen weg. Dan zijn we in het buitenland. Ontzettend veel zin in. Welkom bij de vlog van Enzo. We gaan met z'n allen zo van let's go. Het wordt vandaag weer een gekke show. 4 uur online, dus tempo. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron en wij zijn met z'n tweetjes vanochtend vroeg opgestaan en naar het prachtige noorden gereden. En wie staat hier op ons te wachten? Zoals eigenlijk altijd als we hierheen gaan. Wat, ik keek naar een rode. Wat is dit nou? Je had toch een rode? Ja, dit is de oude auto. Jezus. Wat doet die maar aan ons? Wat ben je mooi gekleed? Ja, ja. Jij ook. Dankjewel. Nou kom gauw, ze zijn al bezig. Oké, okay. En hoe is het met oma? Goed. Wat ziet hij weer sexy uit? Ach, ja, doe niet zo raar man, voor een oude vrouw. Nou, hoe oud is je ook weer? 55? Weet ik niet meer. Op geen moment vergeet je dat. Ja? Ja. Nou, dan wil je er niet meer aan denken. Nou, jawel, maar je vergeet het. Als je ouder wordt, vergeet je me. Ja, maar jij vergeet op sommige momenten vergeet je expres dingen. Ik moet je even de groeten doen van allemaal kinderen van LTC, want Achilles moest gisteren tegen LTC. Ja. En allemaal kinderen op de tribune zijn, oma, doe de groeten aan Enzo. Oh, wat lief. Nou, dat is lief dat je dat doorgeeft. Ja, bij deze. Ja. Heb je Enzo ook voor LTC zijn? Ik zeg nee, want die heeft hier gevoetbald. Ja, ik ben voor Achilles, maar, ja. Ik zeg van, we zijn allemaal assen aan, we houden ook een beetje van LTC. En toen zei ik, box. Oh, wat mooi. Hoi. Hi. Nou, pas op die auto. Wat wou je zeggen nou? Ik wou zeggen, heb je kadetjes meegenomen? Ja. Oh, lekker. Ja. Oh, dankjewel. Muesliballetjes. Dit ben de duurste die er zijn. Meen je? Ja. Oh, maar dat hoeft voor ons niet hoor. Oh, nou ja, ik vind ze zelf ook lekker. Oh. Oké. Okay. Ja, ik ga de auto parkeren. Of wil jij de auto voor mij parkeren? Nee, nooit niet. Nooit niet. Nooit niet. Die opa heeft nou al een borsting gehad. Zo mooi. Mijn oma rijdt al een hele tijd geen auto meer. En ik stap bij veel mensen in de auto. En mijn oma rijdt niet meer, denk ik. Die heeft echt al te lang niet meer gereden. Maar haar rijbewijs is volgens mij ook niet verlengd. Misschien op circuit of zo. Eigen terrein. Oh, eigen terrein. Driftcursus met oma. Ja. Dat zou wel geniaal zijn. Als mijn oma zou zeggen, Enzo, we gaan op driftcursus. Of als ik dat zou aanbieden en ze zou ja zeggen. Dan zou ik met een helm en alles echt wel in de auto stappen. Ja, oma. Dat snap ik al, ja. Dat zou echt geniaal zijn. Zo, laten we eens eventjes gezellig met open oma een ochtendje doorbrengen. Oma, ik heb een vraagje. Ja? Heb jij een rijbewijs nog? Ik heb het wel, maar ik hij is wel verlopen. Oh. Maar ik heb mijn opa zegt verscheuren. Ik zeg nee, dat doe ik niet. Verscheuren? Ja. Maar, ga je hem niet verlengen? Nee, ik ben, met mijn ogen is dat niet in orde. Ah, oké. Okay. Ik zie niet alles. Maar heb je ooit wel eens een drift? Heb je wel eens van een driftcursus gehoord? Nee, ik heb geen driften. Oh. Want als je een keertje zou willen driften, zou je dat willen doen of niet? Wat is dat? Dat driften met de auto? Oh, dat is remmen en zo. Ja, dat je gewoon slippen in de bocht en zo. Oh, dat zou ik wel willen, ja. Serieus? Ja, waarom niet? Oké, okay. Nou, dat wordt wat. Dat wordt wat. Wat dan? Hey, een slipcursus? Ja, dan neem ik je wel een keer mee als je wil. Op de Titiba. Oh ja, dat doe ik. Ja, dat is wel goed. Oké, weet waar je ja op zegt, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, ik stap er zo in en ik weet de rem. Ja. Nou, dat is genoeg. Dat is genoeg. Hey, goedemorgen. Zo, korte broek. Ja, waar is jouw? Ja, dat komt nog als de zon gaat schijnen. Ja, nou, we zijn er weer. Even officiële hand. Daar gaan ze wel. Kijk, je hebt weer de mooie score om de nek zitten. Nee hoor, 0-0 hè. 0-0, nu nog wel. En ga je weer meedoen vandaag? Ja, zeker weten. We gaan voor de top 3, want dan kunnen we weer een pakket eitjes uitzoeken voor oma. Of een fles wijn voor opa en oma. Fles wijn denk ik. Fles wijn. Ja, dat is altijd mooi met Jeux de Boel, dames en heren. Dit heet het knakentoernooi en dat is vandaag aan de gang. Mijn opa die heeft mij en Marion ingeschreven, want wij zijn lid van de Jeux de Boel Club in Assen. Let's go. En nu gaan wij een potje Jeux de Boelen en dan heb je hier altijd prijzen voor een pakje boter of een fles wijn of knakworstjes of een blik soep. En altijd als Marion of ik een prijs winnen, wat niet altijd is trouwens, maar als we iets winnen dan vragen we altijd aan opa en oma wat ze willen en dan geven we dat aan hun. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag kunnen geven aan opa en oma.
We hebben zelf niks meegenomen, maar als we goed genoeg ons best doen, kunnen we alsnog iets geven. Zo schat, ja. Ziet er goed uit met die ballen van je? Ik heb mijn ballen nog niet eens gezien. Ik weet hoe ze eruit zien, ik heb ze voor je gekocht. Hoe dan? Er staat op Miron Knoops. Knoops? Miron Koops, 4. Jammer man. 4-4-4. Top, man. Nee, klopt. Miron Knol. Oh ja, oh ja, oh ja, shit, dat was ik helemaal vergeten trouwens. Mag ik je eens laten zien? Ik heb dat nou vergeten. Ja, die heb ik voor jou gekocht, hè, Miron Knol. Kijk, Miron Knol en dan 4-4-4-4, want 4 is lievelingsgetal en 4 keer 4, dat is gewoon top, hè? En wij doen altijd... Ja, we doen altijd 4 keer. Dat is heel moeilijk vandaag. Opa, mag ik zeggen dat jij de meest... Oh. Iedereen aangemeld? Ja! Ja! Ja, niemand reageerde, maar ik heb hem toch aangemeld. Ja. Ik heb hem ook ingeschreven. Maar opa, jij bent de meest... Daar wil ik je mee feliciteren trouwens. Ja, dankjewel. Jij bent de meest swagvolle opa van Nederland. Wat is dat? Dat betekent dat je een hele goede stijl hebt. Want als je op deze prachtige leeftijd van 83... Inderdaad. ...nog met Yeezy's aankomt zetten op de Cedeboer Club... Ja. Nou, dan behoor je wel tot de meest... Zwekvolle opa van Nederland. Spijker, ik krijg daar een zomergevoel van. Snap ik. Daarom heb ik ze weer tevoorschijn gehaald. Ja. Dan denk ik van nog een maandje. Hè, en dan ga ik me voorbereiden op de camping. En dan heb ik ze ook altijd. Ja, snap ik. Ja, goeie. En dan binnenkort als we elkaar zien schijnt zonnetje. Hebben we allebei een korte broek aan. Maar hier heb je een kandidaat voor de eerste prijs. Ja, heb je mijn bal gezien? Zo! Ja, ligt daar. Wat? Nou, niet normaal. Ik doe even mijn tasje open. Kijk. Daar hebben we hem. Ik heb staan Enzo Knol Power. Ik ga voor de hoofdprijs. Ja, die hoofdprijs heb ik al. Die staat naast me. Dit is mijn hoofdprijs. Oké, okay, daar komt hij. Daar komt hij. Oh, dat gaat heel hard, ja. Ah, ik gooi nog even een balletje bij, hoor. Mijn tweede bal gaat altijd best. Kijk hoe mooi. Ja, bijna. Oh. Wel mooi. Hopa is... Oh, ik dacht de but naar achteren. Dat was zo leuk. Ben ik? Oké, daar komt hij, de laatste bal. Weet je wat ik dan doe? Ik gooi hem en ik loop mee. Ja! Ho, 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 ho! Ja, schatje, zag je dat? Oh, nu lig ik. Wauw! Oma is... Jeetje, oma! Oh, oma is goed hoor, Cedeboel. Kijk, een magneetje, pak ze die bal op en dan is het weer rollen maar. 1, 2. Mooi, punt van mij. Moet je met je hoofd in de bosjes? De hoofd in de bosjes? Nee, 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 schatje. Kom maar even, je mag niet met de handjes in de voetjes spelen, hè? Het is niet toegestaan met je. Vraag het wel even aan de mensen en zo. Mag je met de hand en de voet? Oh, ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Ik hoop dat ik met jou een keer mag. Ja, dat hebben we nog nooit gehad, dat we samen in een team komen. Ik zwaai altijd zo even nou. Ja, want dat is wel, ja, tijdens een potje dan zit je af en toe oogcontact te maken dan. Straks dan worden de papiertjes opgehangen op het raam en dan zien we bij wie we in het team zitten. Dus ik hoop echt bij Marvin een keertje. Ik heb wel eens tegen Marvin gespeeld, maar dat vond ik niet leuk. Zitten we bij elkaar, schat? Henk is met Henk. Ben ik met Geesje? Tegen Jan Pont. Ja, dat ja. Ik ben met Margriet. Niet tegen. Nee, de eerste ronde niet tegen elkaar. Oh, je maakt er even een foto van. Oh, mooie camera trouwens. Mooie camera. Nou, denk je hoor. Opa, tegen wie moet jij de eerste ronde? Tegen Marietje Knol. Tegen Marietje Knol. Oh, dat wordt pittig hoor. Ja, dat wordt heel moeilijk. En die speelt met een van de toppers. Ja, dat is wel lastig. Want als je dan zeg maar... Oh, oké, okay, veel plezier. Doeg! Al even misleiden. Ja, opa en oma moeten tegen elkaar. Dus ja, straks met de pauze, dan is er eentje boos op de ander. Marvin die heeft zojuist de but geraakt met de bal. Ja, en die is nu weg. Marvin die had serieus haar zwarte bal, had ze gewoon tegen de but aan liggen. Zo goed had ze gegooid. Precies toen ik but zei, toen kwam ze voorbij. Oh, but. Kom op, schatje. Kom op, er staat 2-4 achter. Die is van hun ook, hè? Dit is al geweldig dat ze twee punten hebben. Want dit verdient alles met 13-0, 13-1. Oh, Bella. Zo, weet je waar jij nu op kan? Nou? Je kan zo op de cover van Playboy. Ja, maar dan moet je niet meer kleren aan.
Wat ben je nou weer lelijk? Ik kan me uitdrukken. Dat deed je altijd ook lelijk. In Amerongen. Daar was je helemaal niet bij. Ja. Zit je nog ruzie te schoppen op de Zeele Boelbaan, oma? Hij doet altijd lelijk tegen mij. Ja, altijd. Zeg, je hebt gisteravond gegeten bij de Witte Brug. Ik heb lekker gegeten, zegt hij. Vraagt hij ons helemaal niet. Maar het is wel verwarrend, want het is Henk en Henk. Ja. Maar hoe kan ik nou onderscheid maken? Want ik weet dat... En het ergste is, er zijn er nog drie. Ja, er zijn vijf Henken. Bedankt. Maar hoe kan ik jullie uit elkaar halen? Henk, nummer één, Henk twee. Nou, die een is mooier dan de ander, hè? Dus Henk de mooie en Henk de andere. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Hij pest mij altijd. Ja, maar je weet wat ze zeggen, hoor. Meisjes plagen kusjes vragen. Ik zou me oppassen, opa. Ik heb er nooit van gehoord. Nou, we zijn even aan het wachten, schatje. Op de volgende ronde. Zeker, zijn we thuis. De volgende ronde. De volgende ronde. Nieuwe kansen. Ik hoop dat ik met Miron zit tegen opa en oma. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, dat is heel leuk. Ja, nou, laten we het hopen. Je hebt weer gewonnen, hè? Oh ja, ik heb het eerste potje trouwens verloren, maar we ook. Toppie. Ja, ik ben met oma. Ja. Ik ben met oma. Oma. Wij zijn samen. Yes, ik ben met oma. Let's go. Yeah. Oma, oma. Ja, Marco, moet je met opa? Ja. Oh, dan ga je winnen. Nou, we gaan. Oma, wij moeten samen. Yes, yes. Samen met oma, eindelijk weer een keer. Yeah. Met Ineke tegen Dick. Tegen Dick? Ja. Die is de beste van de club, ja, met opa. Zo, dan krijg je een pittig potje. Ik moet uitkijken, zegt hij. Tegen wie moeten wij? Wat is er? Waarom lach je zo? Tegen Sander en Margriet. Moeten wij? Ja. En? Waar gaan we hier? Dat is een makkie voor jullie. Nee, Margriet is heel goed. Oké. Okay. Ik ga heel goed bijleggen. Oma. Kom er even bij staan. Gewonnen, that you know. We hebben geschiedenis geschreven, dames en heren. We hebben serieus geschiedenis geschreven. Ja. We hebben in 3 rondes hebben de eerste ronde 5 punten gemaakt. Ja. De tweede ronde 5 punten. En de derde ronde 3, 13-0 gewonnen. Geweldig. Wij met z'n tweeën. Ja. En oma is zo, hè? Ongelooflijk. Samen met oma, 13-0. Ja. Ik ben zo trots voor ons. Ja. Echt fantastisch. Niet normaal. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. In 3 keer 13-0. Boom. Nou, gaan we even bij Marvin kijken. Hier is opa aan het spelen. Verderop is Marvin aan het spelen. Dus laten we daar even kijken. En? Echt? Slecht vandaag. 3 potten. Maakt niet uit, schatje. Ik heb Willem beloofd dat ik ga oefenen en als we de volgende keer spelen, dan ben ik beter. Plezier staat voorop. Dat is wel waar. Hebben... Plezier staat voorop. En voor mij ben je altijd een winnaar. 10-6 geworden. Het is hier een boel plezier, hè? Ja, precies. En voor mij ben je altijd een winnaar, schatje. En wat jij dan? Elk verloren. Ja. Nou, ik ga snel naar huis. Ik denk wel dat het ijsjestijd is met dit weer. Dat denk ik ook. Moet je hem kieken wat we hier hebben. Oh, lekker de gehaktbal. Zo, smikkel. Ik kan me geen betere zondag kunnen voorstellen met jullie. Hij beweegt wat. Hij beweegt wat. Nou, moet ik nog maar een paar keer prikken dan. Eet smakelijk, oma. Proost. Zullen we even proosten? Gehaktbal. Proost. Meteen op het muesliballetje kijken of er wat op zit. Jij had me vergeten op te geven. Oh, de scoren. De scoren. Oh. Jij bent niet geweest en ik niet. Nee, wij zaten gezellig in het zonnetje te kletsen. Nu is het niet genoteerd. Baal, man. 13-0 staat er niet op. Jammer, man. Oké, goed. We hebben in ieder geval even lekker wat drinken. We hebben allebei gehaktballetje. We hebben nu grote pauze. En dan straks gaan we het derde potje spelen. Belangrijk potje. Marvin heeft 2 verloren, dus we moeten echt even eentje winnen. Hè, voor het gevoel. Ik moet helemaal niks. Ik ben hier gewoon lekker aan het genieten. Nee, jij bent een topsporter en ik weet hoe het in je kopje omgaat. En dan moeten we nu die winst behalen. Ja. We hebben allemaal lippenstift van oma. Wil je niet zoveel mijn vriendin kussen, oma? Allemaal lippenstift op de wang. Nou, dus dat niet erg. Nee hoor. Daar houdt allemaal bacteriën tegen, hoor. Lippenstift? Ja. Oh, daarom doe je altijd zoveel op. Ja. Oké, okay, nou goed om te weten. Nou. Opa, ik heb genoten van jouw laatste potje Cherubon. Ja, ik vond het op hoog niveau. Zeker. Alleen, wij hadden een tegenstander die was weer net ietsje beter. Klopt, maar wel goed gedaan. Ja, die zit hier, deze mevrouw Geesje. Nou goed, wij gaan lekker genieten van de gehaktbal. Doei, oma. Doei, voorzichtig, hè. Bye bye, komt goed. Doei. 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 Zo, we zitten in de auto onderweg. Naar niet huis. Nee, we gaan nog eventjes jouw auto weer ophalen. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet verteld, maar dat komt straks wel. Eerst gaan we lekker genieten van het dakje open. Yes. Oh, heerlijk.
We gaan even naar Borger rijden. En dan gaan we daar even langs bij de ouders van Maiwen. En ze hebben een hele lekkere ijssalon in Borger. Dus misschien moeten we even een lekker ijsje gaan halen. Nou, dat weet ik wel zeker. Ik ook. Dus dat is een goede planning weer. Eerst even ijsje halen dus. Maar het was hartstikke gezellig trouwens met opa en oma. Maar dat hebben jullie kunnen zien. Altijd genieten, altijd lachen, altijd gezellig. Dus echt heel leuk. Ook al hebben we alles verloren, geen probleem. Het was gezellig. Het is wel een soort van ontspanning of zo. Zo even op de zondagochtend. Het is nu 2:30, hè. En we hebben de hele ochtend gejeudeboeld. Ja. En eigenlijk niet op onze telefoon gezeten. Alleen maar een beetje gekletst en genoten van het weer. Ja. Dat is wel echt fijn aan jeudeboel. Want ja, het is gewoon zo dat de wat oudere generatie sowieso niet op telefoon zit en zo. Dus en ze gaat automatisch zelf ook niet zo snel. Nee, gewoon gaat kletsen en zo. Klopt. Dus ja, ik vond het wel echt een lekker ochtendje. Zeker, echt een heerlijk ochtendje. Ja. We hebben toch eerst eventjes een stop gemaakt bij Koops autoschade. Vader van Myron staat hier achter. De auto is gefixt. En er was niks ergs aan de hand of wat dan ook. Alleen de auto heeft een nieuw uitlaatsysteem gekregen. Akrapovic, bruut, het is echt niet normaal. Jullie hebben het waarschijnlijk al gezien en gehoord in de vorige vlogs. Alleen we kregen de klep niet meer dicht. Dus nu is dat eventjes gefixt. Dus de klep kan nu open en dicht. De klep open is namelijk super dik. Maar het is ook wel fijn als je af en toe even de klep dicht kan doen en wat rustiger kan rijden. Als je bijvoorbeeld van hier Borger naar Soesterberg gaat. Dan ben je 1 uur en 3 kwartier onderweg. En om dan de hele tijd met de klep open te rijden is toch wel een beetje te veel van het goede. En hij is gewoon meteen schoongemaakt. En dat zag je niet aankomen. Dus jij bent echt een bofkont. Want ik zei nog tegen Marjan vorige week, maak die auto nog even schoon. Want die is echt veel te vies. En nu is hij gewoon hier helemaal schoongemaakt. Dus daar hebben we wel echt geluk mee. Dus hij staat er echt weer super mooi bij. En die velgen ook, hè. Jeetje mina. Wat een exemplaar. Ja, het is echt bizar. Echt bruut. Echt heel erg bruut. Dus ja, hij is weer helemaal clean. Hij is helemaal ready to go. Dus starten en gaan. Wauw. Dit is ook echt vet trouwens. Dat hier gewoon het remlicht zit hieronder. Ziet er super cool uit. Nice. Heel nice. Top. En dan ga ik met mijn eigen auto er vandoor. Ja hoor, check eens even nog steeds op het kenteken knolpower.nl. Deze is ook ready om naar de wasstraat te gaan. Maar dat ga ik thuis zelf eventjes doen. Maar voor de rest, de auto is nog steeds gruwelijk. Geeft me nog steeds Batman vibes. Dus, ik ga met deze naar huis. Dus we gaan straks wel achter elkaar aanrijden. Maar dat maakt niet uit. Helemaal prima. Ik had mijn eigen Porsche namelijk een tijdje bij mijn schoonvader staan in de stalling. Alleen nu kan ik hem net zo goed meenemen. Omdat over een paar dagen gaan ze beginnen met het fixen van de garage thuis bij ons. En dat zorgt ervoor dat ik deze auto gewoon zelf thuis kan zetten onder dak in een garage. Dus toen dacht ik, ja, als we dan toch in het Noord zijn, kan ik hem net zo goed nu meenemen. Dus gaan we vandaar met 2 auto's weer terug naar huis. Je wil niet bij mij zitten, hè? Heb je chillen? Straks komt er in één keer een boer. Lekker melkflesje gehad, hè? Ja. Yeah. Zo, we zijn thuis. En voor de mensen die zich afvragen van wie die baby is. Die baby die is van de broer en de schoonzus van Myron. Van Rianne en Twan. Ja. En dat was echt super schattig. Alleen, Feline moest een beetje huilen bij jou. Ja, omdat ze dus trek had en jij haar het flesje gegeven. Ja, dus het was een beetje lullig. Want ik zat alleen maar te chillen met Feline en deed het heen en weer zo een flesje te geven. En het was echt de relaxed baby ever. Maar toen wij kwamen, toen was Feline net wakker. Ja, toen kreeg Marvin Feline op school. Dus die was alleen maar, je wil eten, melk. Maar goed, het was wel echt super schattig. Dus het was echt heel erg lief, leuk dat we daar even heen zijn geweest. We hebben uiteindelijk helemaal geen ijsje meer gehad. Want ik moest naar huis, want ik had net een afspraak hier voor het huis. Kan ik binnenkort meer over vertellen. Dus we moesten gewoon even snel naar huis. Maar we zijn er weer en we gaan lekker eten. Shawarma broodje. Lekker makkelijk, snel. Maar dat wil ik hebben wel. Mag
Mooi zo. Ja, het ziet er echt goed uit, hè. Een lekkere salade erbij. Dus, nou, lekker shawarma broodje. Zo, dames en heren. Een leuke mededeling. We gaan morgen en overmorgen weg. Dan zijn we in het buitenland. Ontzettend veel zin in. Het is hier hartstikke mooi weer. Maar als het goed is, daar ook hartstikke mooi weer. Dus dat is perfect. Dus we gaan er niet op achteruit. Ik heb sowieso zin om weer even een tripje te maken. Het is voor mij al eventjes geleden. Normaal gesproken gaan we veel vaker weg. Maar nu zijn we natuurlijk druk bezig geweest met de woning. Dus hebben we ook vaak hier gewoon moeten zijn voor afspraken. En om alles lekker door te laten gaan. Maar we gaan dus nu heel even 2 dagen tussenuit. Hier ligt een koffer. Die is al netjes ingepakt met camera's, lenzen en andere dingetjes. Mijn laptop en alle batterijen, accu's van de drone en noem alles maar op. Dat wordt hier allemaal opgeladen en gaan we morgen meenemen. Paspoorten natuurlijk super belangrijk. Dus de aankomende 2 dagen zijn we lekker met z'n tweetjes op pad. Dus dit is nice. Ik ga naar boven. Ik ga nog even lekker douchen. Dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Het is nu bijna 12 uur en om 5 uur gaat de wekker. Dus we hebben niet heel erg veel slaap. Dus we gaan er gewoon lekker vroeg wel op uit. En dan gaan we er wat moois van maken. Dus ik hoop dat jullie daar zin in hebben. Vandaag was echt een heerlijke zondag trouwens. Gewoon lekker rustig aan. Niet te veel geks. Lekker chillen met opa en oma. Lekker bij de familie van Myron geweest. En eventjes met Feline even wat drinken gegeven. Was echt wel een schattig momentje met de baby. En nu lekker slapen. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Leuk dat jullie hebben gekeken wat wij op zondag doen. Check jullie morgen om 4 uur. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!